Goedenavond. De Pride in Brussel lokt zowat 150.000 mensen. Voor het eerst stappen ook militairen mee in uniform. Tienduizenden mensen gaan uit hun dak op een illegale rave in Frankrijk. Er liggen 5 mensen in het ziekenhuis. En met de theatervoorstelling Mooie Jaren viert de Universiteit Hasselt haar 50ste verjaardag. De Pride in Brussel is succesvol en zonder incidenten verlopen. De Pride is een optocht van en voor mensen van alle seksuele voorkeuren en gender. Volgens de politie waren er zo'n 100.000 deelnemers en rond het parcours kwamen nog eens duizenden mensen mee feesten. Wat betekent de Pride voor u? Dat we dat eigenlijk ons laten zien dat we gewoon allemaal hetzelfde zijn. Iedereen is hetzelfde. En dat moet gewoon ook geaccepteerd worden. De Pride trekt vandaag opnieuw door de straten van Brussel. En dat lokt duizenden deelnemers en sympathisanten. Ieder met zijn eigen reden. Mijn moeder speelt in die groep daar. Dus ik ben zeer trots op haar en loop mee in de Pride voor haar te steunen. De Pride is de laatste jaren uitgegroeid tot een echt festival. Al is het thema dit jaar Bescherm het protest. De meeste deelnemers willen niet uit het oog verliezen dat Pride nog steeds een doel heeft. Feesten is belangrijk en er zijn veel dingen die goed zijn qua wetgeving in België, maar we zien dat heel veel jongeren zich op school bijvoorbeeld niet veilig voelen, dat er heel veel discriminatie is als je zoekt naar een job, als je zoekt naar een woning. Dus dat zijn problemen die er nog zijn. Dus een deel van de Pride moet op zijn minst een protest zijn. En zoals elk jaar lopen heel wat bedrijven, organisaties en politieke partijen mee. En voor het eerst ook militairen in uniform. Wij moeten in deftig uniform blijven. Het is niet de bedoeling dat wij roze brillen gaan dragen of boa's of iets dergelijks. Of sintjes gaan aanbrengen aan ons kostuum. Dus dat was een van de voorwaarden dat we ons als goede militair gedragen. En dat vinden wij niet meer als normaal. Ondanks de neutraliteit van militairen in uniform kregen ze direct de toestemming van de minister van Defensie. Er lopen vandaag ook een aantal militairen mee in uniform. Dat moet kunnen. Ja, op zich. Weet je, dit is een feest. En laten we zorgen dat we feest vieren en niet altijd zoeken om problemen te maken. Het is feest, laat dat feest plaatsvinden alsjeblieft. En dat feest is nog lang niet voorbij. Naast de parade is er nog een avondvullend programma op de Kunstberg in Brussel. Met DJ's om de enthousiaste menigte aan het dansen te brengen. Het zwemseizoen in de Blaarmeerse in Gent is begonnen. Vanaf dit jaar gelden enkele nieuwe veiligheidsmaatregelen in het recreatiedomein na problemen met ruziemakers vorige zomer. Wie niet van Gent is, moet nu reserveren en betalen om binnen te mogen. En om amokmakers buiten te houden, staat er een hek rond de strandzone. Dat is misschien een betere oplossing voor alle gevechten en dingen die niet de bedoeling zijn. Het heeft zo een beetje een... Een gevangen gevoel eigenlijk. Ik vind het gewoon jammer dat ze het moeten doen. Omdat eerst was dat hier gewoon een leuke plek waar je gewoon vrij kon zwemmen. Het zogenoemde bommenspoor is vernieuwd. Dat is een stuk spoorlijn tussen Antwerpen en Essen waar nog heel wat bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond zaten. Aan het einde van de oorlog was daar een Duitse munitietrein onder vuur genomen vanuit de lucht. Nu, na bijna 80 jaar, zijn de springtuigen opgegraven en verwijderd. Niet alleen in de Westhoek groeien de papavers. Ook in de Kempen liggen er nog bommen in de grond. Een gespecialiseerde firma spoorde de projectielen op met een metaaldetector en doorzocht de grond daarna laag per laag. Na de oorlog en ook tijdens de heropbouw heeft men al intensief opgeruimd over de volledige lijn van Antwerpen-Essen. Wij nemen nu specifiek dit stuk aan, omdat we weten uit historisch onderzoek dat dit ook de exacte plaats is waar die Duitse militietrein beschoten werd en waar er dus munitie in de ondergrond zat. Toen in de tijd was deze plaats een grote krater die men simpelweg heeft opgevuld. Dus naar alle waarschijnlijkheid wisten we dan wel dat op deze 150 meter er nog munitie kon liggen. Van de 32 wagons op de Duitse munitietrein bleven er maar 4 over. De rest brandde volledig uit. Uiteindelijk werden er tijdens de werken nu 2 obussen en 10 uitgebrande munitiehulzen gevonden. We zijn nu bijna 80 jaar na die bewuste aanval op die Duitse munitietrein. Dus al decennia lang rijden treinen hier veilig over het spoor. En dat kan ook omdat die munitie net zo diep in de grond lag en dus ook onaangeroerd bleef. Dus dan was het eigenlijk nooit een probleem voor het treinverkeer om hier veilig over te passeren.
De O-bussen werden onschadelijk gemaakt op de terreinen van de ontmijningsdienst Dovo. Ook van 27 tot 31 mei zal er nog gewerkt worden aan het spoor. De NMBS voorziet wel vervangbussen. Ik ben vraiment ici pour se rassembler, pour se réunir et pour se sentir entendu. Et pour la bienveillance aussi et cette espèce d'amour qui interagit. In Frankrijk zijn nu al 5 deelnemers aan een illegale raveparty opgenomen in het ziekenhuis. Ook tientallen anderen hadden medische verzorging nodig, maar minder ernstig. Het technofestival, waarvoor geen toestemming is, vindt plaats in Villejongis, een dorpje met maar iets meer dan 100 inwoners, niet ver van Châteauroux in Centraal-Frankrijk. Er zijn meer dan 23.000 feestvierders naartoe gekomen. Op harde muziek feesten duizenden jongeren op een terrein van zo'n 70 hectare aan de rand van een klein Frans dorp in het departement van de Indre. Technival, zo heet het technofestival dat hier neerstreek en nog minstens tot morgenavond doorgaat, ondanks het verbod van de prefect. Naast de beats komen veel feestvierders ook voor de verdovende middelen. Lachgas en andere oppepmiddelen laten de ravers in een roes dansen, maar ongecontroleerd gebruiken leidt al snel tot gevaarlijke situaties. De civiele bescherming en het Rode Kruis moeten tientallen mensen helpen die het effect van de drugs onderschatten. Sommige ravers hebben uit voorzorg al informatiestandjes opgezet om iedereen te waarschuwen voor overmatig druggebruik. So, en mode, oké, il y a ce probleem-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des stands, on fait des assauts pour prévenir et tout. Ondertussen blijft het voor de buurtbewoners en de burgemeester een raadsel hoe tienduizenden jongeren plotseling massaal neerstrijken in hun dorp. Personne n'est prévenu. Parce que si même une seule personne était prévenue, tout le monde, y compris les services de gendarmerie et la préfecture, tout le monde était au courant. Meer dan 300 gendarmes zijn ter plaatse om het event toch min of meer in goede banen te leiden. On va procéder donc à un dépistage de stupéfiants. Echt ingrijpen en het terrein ontruimen kan de gendarmerie niet. Daarvoor zijn de ravers met te veel. Ja, we hebben het onlangs in Limburg ook meegemaakt. Het huurlingenleger Wagner, dat voor Rusland vecht, beweert dat het de Oekraïnse stad Bakhmut volledig onder controle heeft. Het is Yevgeny Prigozhin, de leider van de Wagner-militie, die op sociale media de overwinning in Bakhmut opeist. Oekraïne ontkent dat het Bakhmut opgegeven heeft en zegt dat er nog altijd gevochten wordt. De stad is al maandenlang het toneel van felle gevechten tussen Russen en Oekraïners en is uitgegroeid tot een symboolstad van de oorlog. En mogelijk krijgen de Oekraïners binnenkort westerse F-16 gevechtsvliegtuigen om zich te verdedigen. Oekraïne vraagt dat al lang en nu lijkt er beweging te komen in de kwestie. De Amerikaanse president Biden geeft alvast toestemming om Oekraïnse piloten op te leiden voor F-16's. Gevechtsvliegtuigen zoals de F-16. Oekraïne vraagt er al sinds het begin van de oorlog om. Het Westen hield die boot af, maar de laatste dagen verandert die positie. President Biden informed his G7 counterparts that the United States will support a joint effort to train Ukrainian pilots on fourth generation fighter aircraft, including F-16's. De Nederlandse en Britse regering werken aan een coalitie om gevechtstoestellen te leveren. Maar voor toestellen als de F-16, die van Amerikaanse makelij is, moeten de Amerikanen toestemming geven. Zowel voor de opleiding van Oekraïense piloten als voor de levering zelf. Dat laatste is officieel nog niet beslist, maar dat moment komt dus wel dichterbij. Turn to discussions about improving the Ukrainian Air Force as part of our long-term commitment to Ukraine's self-defense. So as the training unfolds in the coming months, we will work with our allies to determine when planes will be delivered, who will be delivering them and how many. Intussen had Oekraïense president Zelensky op de G7-top in Japan de ene topontmoeting na de andere om voor zijn zaak te pleiten. Via Twitter reageert hij tevreden op de Amerikaanse beslissing. Ik verwelkom de historische beslissing van de Verenigde Staten en de Amerikaanse president om de internationale coalitie voor gevechtstoestellen te steunen. Dit zal onze luchtmacht versterken. Westerse vliegtuigen kunnen Oekraïne flink helpen in de oorlog tegen Rusland. Volgens Rusland neemt het Westen een enorm risico en gooit het enkel meer olie op het vuur. In
de Ronde van Italië heeft de Duitser Nico Denz de 14e etappe gewonnen. In alweer zware weersomstandigheden nam een 30-tal renners al vroeg de vlucht vooruit, onder wie de Belg Laurens Rex. Uiteindelijk werd er onder hen gesprint voor de ritzege en Denz was de snelste. Het peloton kwam pas 20 minuten later aan. De Fransman Bruno Armirail is de nieuwe leider in de Giro. C'est une très belle récompense pour un équipier comme moi qui gagne jamais ou très très rarement. Dans le podium, je n'étais pas super à l'aise parce que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir des bouteilles de champagne. Het peloton van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft intussen 750 kilometer in de benen. Goedele Wachters fietst mee met het internationale peloton. Dit is haar videoverslag van de dag. Alles aan weg. Dag drie, zeg. Oh, we zijn halfweg. Vandaag fietsen we van Rouen helemaal naar Lille. 260 kilometer vandaag. Ik voel mijn spieren, dat kan ik zeggen. Ik voel ook het contact met het zadel, om dat mooi uit te drukken. Maar het is vooral fantastisch. Lunchbreak. En ik zit naast Peter. En als er één is die in het peloton voortdurend met een grote glimlach op zijn gezicht aan het fietsen is, en deze hier, hoe komt dat? Ik heb echt gekozen voor de 1000, omdat ik dit jaar een positief project wil hebben. Iedereen zit hier in dit peloton voor een reden. En dat is omdat zij ofwel zijzelf ofwel iemand dichtbij met die ziekte hebben die daarmee geconfronteerd is. Dan wordt dat gewoon één warme sfeer en dan begint dat om samen zijn te gaan. De verbondenheid tussen mensen is wel enorm. En in ons peloton is het goed. Ja, het is keigoed in ons peloton. Hetzelfde schuitje. Allemaal samen klimmen. Wat doet dat met ons? Ik heb niet veel meer gedanst vandaag. Het was een loodzware rit uiteindelijk, met heel veel wind, veel hellingen. Maar kijk, we zitten de massage en alles kwam goed. Dus ik, als het goed is, ga ik nu even genieten. Ja, uitgeteld, maar toch nog één dag voor de boeg. In de Engelse Premier League is de landskampioen bekend. Manchester City, de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne, wint voor de derde keer op rij de landstitel. Manchester City moest daarvoor niet spelen vanavond. De spelers keken samen toe hoe enige concurrent Arsenal verloor van Nottingham. En zo is City nu al zeker van zijn 9e titel. Morgen speelt City thuis tegen Chelsea. Wij leven echt in volledig nieuwe tijden. Ik denk ook emancipatie, vrije liefde, maanlanding. Wat heeft dat er nu mee te maken? Oké, ik heb misschien al een klein beetje te veel gedronken, maar wat er allemaal kan vandaag. Met de voorstelling Mooie Jaren blikt theatergezelschap Het Nieuwstedelijk terug op de voorbije halve eeuw, van de jaren 60 tot nu. Grote maatschappelijke gebeurtenissen en kleine menselijke verhalen geven een beeld van hoe de wereld veranderd is in die periode. En ook hoe Limburg veranderd is. Want de voorstelling is een co-productie met de Universiteit Hasselt naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Limburgse Universiteit. Zet eens iets aan muziek op. Muziek luidt elk nieuw tijdperk in dat dezelfde 10 vrienden beleven. Een van hen is de eerste student aan de Universiteit Hasselt. Pietje, ik drink geen bier. Wat gaat jij doen dan als student? Ik wil wel een sangria of zo. Zij gaat geneeskunde studeren en je ziet haar helemaal in het begin een heel vrolijke, gibberige, nog best jonge en naïeve vrouw. Ze krijgt te maken met abortus, met euthanasie. Dus je ziet haar echt wel evolueren naar het einde toe. Het gaat om fictieve, maar soms herkenbare personages. Ik verkoop hier geen sigaretten. Geen sigaretten in een café? Hey, ik ben meerderjarig. Ik vind een café moet gezelligheid verkopen.
Geen kanker. Dat is vooruitstrevend. Mm-hmm. In het begin ben ik een hele enthousiaste, ondernemende kerel die af en toe nog de baard in de keel heeft. En op het einde ben ik een gearriveerde politicus. Maar dat zit ook natuurlijk in de pruiken die je mag aantrekken, in de broeken met de brede pijp in de jaren 70, in de strakke truitjes. Wij blijven elkaar daar vanachter ook allemaal tegenkomen, want dat is daar een drukke boel daar vanachter bij die kostuums. Maar dat is mooi, hè? Die ontmoeten elkaar, die krijgen kinderen, die gaan uit elkaar, maar die blijven wel in mekaars leven. Mijn leerkrachten plaveizen tegenwoordig de straten. No future, Bobby. No fucking future. Gebruik zo'n woorden niet, Laura. Er zijn 75.000 werklozen in Limburg alleen en in plaats van voor werk te zorgen, valt de NRVA mij lastig. Er was grote werkloosheid na de mijnsluitingen in Limburg. Maar de personages rechten hun rug. Je ziet hoe een streek heeft gevochten om zichzelf beter te maken. Je hebt de mensen gezien die hebben gevochten om zichzelf beter te maken. Het is een ode aan het mensen zijn, eigenlijk, denk ik. Tot slot heb ik nog het weerbericht. Vannacht wordt het nevelig bij minima tussen 9 en 13 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon. Later stapelwolken en misschien een lokale bui. We halen maximaal tot 25 graden. Aan zee blijft het wel frisser. En daarmee sluiten we dit late journaal af. Heel fijn dat u keek en tot morgen. Nieuws van dichtbij raakt je. Volg het nieuws uit jouw buurt met de app van VRT Nieuws.